Goedemorgen, welkom bij Van Spijs. Ik kijk hier samen met die Toelies, net bij Bronco Spruit, hier bij die Gijsberg Toelies Toet. En ik praat met Ed Clark, nou, hij is van die HBA Toet. Hij gaat mij een beetje verduidelijken over wat hij aangaan bij die keringscursus vandaag, hoe dat hier gaan het, hoe hy denk het gegaan het. En dan gaan we een beetje praten over sy gevoel, oor die Toelies, sy pad in die land voor en toe. Kom luister saam. Goedemorgen Ed, hoe gaan het? Ja, goed en daar. Nee, heerlijk dan. Ed, die man hier achter is bezig om met hulle keringscursus en hulle kry harde opleiding. Hoe belangrijk is het voor die Toelies om hulle keerders deur hierdie stelsel te sit? Nee, baie belangrijk. Dit bepaal waar ons in die toekomst gaan wees en ja, wat ons op hierdie stadium identificeer wat ons wil verbeter en ons wil zeker maken dat ons niet in een verkeerde richting gaan nie, maar ja, ons is baie opgewonde waar die Toelie eindelijk staan en ja, ons streef om aanhoudend te verbeter en ja, die commerciële boer met die optimale vleisbeestras op die veld ja, te verskaf. Nou, die Toelie het om onself bewys op die veld en natuurlijk in die voerkraal. Mense is redelijk gek oor om aan die andere kant toe, min discriminatie. Een pad voor en toe vir een medium raam Afrika beest soos julle sin, hoe lyk het vir julle? Ach nee, ons is aan die gang, kalf speenpresentatie van die ma is baie belangrijk voor ons, so ja, as jy nie meet nie, weet jy nie waar jy staan nie, en jy weet nie waar jy op pad is nie, so ach nee, ons, ons voel ons die ideale ras, met die, die aardverwarming en al die ander aspekte wat ons deesdae een challenge is vir ons. Ons voel Toelie is die rechte plek vir die commerciële boer en Hy pas maar perfect aan en hy is lig op die veld. Ek dink dis een ding wat ek sê, as jy mense by Werner sien, ek moet sien, hy het omtrent 6000 bale wat hy lê en dat hy nog 700 koeie en wat hy rondloop. Toelie is lig op die veld, is ek reg? Ja, ek dink is 'n uitstekende, wat is die Afrikaanse woord, manier om een mens gras in geld te verander, verseker. Ed, sterkte, wanneer is julle veiling? Veiling is die 25ste Augustus, dis 'n woensdag, daar onder in die Ooskaap, Dordrechtse kant toe. Ok, sterkte daarmee, daar gaan baie beplanning in en ek hoop het gaan goed. Dankie. Dit is nogal een story. Yes, daar is hy, Ed, hier so van die HBI stad, by die Toelies, se keringsdag. Man is nog hard bezig hier achter, hulle kyk na 'n paar verse, wat eindelijk aan die ander kant van die hok hoort, daar waar hulle geslag gaan word. Maar ja, dit is hoe mens leer, mens kyk na die goeies en die slechtes. Al die pad hier van die Toelies af, hier by Gijsbergstoet, Bronco Spruit. Tot de volgende keer, tot ziens.